Oh hey, mijn naam is Geronimo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe top 10. Vorige week hadden we het over de meest bizarre dingen van Japan. Dit keer gaan we het hebben over de top 10 meest bizarre dieren. Ben je er klaar voor? Let's go. De grote rafelvis wordt eigenlijk ook wel de zeedraak genoemd. Het is dan ook familie van de zeepaardjes. De vis komt voornamelijk voor in het zuiden en in het westen van Australië. Maar de kans dat je ze tegenkomt, is vrij klein. Maar je kan natuurlijk goed zoeken. Ze zijn ontzettend goed gecamoufleerd. Het vogelbekdier. Ik denk na de hit tv-serie van Phineas en Ferb dat iedereen Perry het vogelbekdier wel kent. Toch staat hij in het lijstje omdat hij het enige zoogdier is met een snavel. Wat soort van redelijk apart uiterlijk. Trouwens, wist je dat het eerste vogelbekdier in 1798 werd ontdekt? Door Europeanen. En toen ze hun rapporten en tekeningen terug naar het thuisfront stuurden, geloofde niemand hun. Ze dachten dat de bemanning hun verstand verloren had. Pas toen het eerste vogelbekdier aan wal kwam, toen geloofden ze het. Dus ik denk dat het toch een beetje eerst zien dan geloven was. Voor de mensen die zeggen dat eenhoorns niet bestaan, misschien moet je toch nog twee keer nadenken voordat je het zegt. Oké, het is misschien niet de traditionele eenhoorn op, weet je wel, toch gewoon op een paard. Maar de narwal komt wel echt gevaarlijk in de buurt hoor. Een walvis met een enorme hoorn op zijn kop. Die wel 3 meter lang kan worden. Ik weet niet van jou, maar ik noem het een eenhoorn. De reddertjes, we kennen hem allemaal. De hagedis met de kraag, de kraaghagedis. Uiteraard is de kraag bedoeld om vijanden af te schrikken, maar ook om de vrouwtjes te imponeren. Het beestje zelf kan tussen de 60 en de 90 centimeter lang worden, maar de kraag, en dat is misschien wel het meest bijzondere, kan in diameter 30 centimeter worden. En daarmee is de kraaghagedis misschien wel uniek in zijn soort. Want zover ik weet is er geen enkele andere reptiel bekend dat op die manier zijn vijanden imponeert. Dit lief uitziende beestje wordt met uitsterven bedreigd. Alleen in Mexico komen er ongeveer nog 1200 in het wild voor. Maar als huisdier is de axolotl hartstikke populair. Een opmerkelijk feitje aan dit beestje is de opmerkelijke gave van regeneratie. De axolotls staan erom bekend om elkaar aan te vallen. En daarmee bijten ze ledematen af, kieuwen af, noem het maar op. En na verloop van tijd groeien die gewoon volledig weer aan. En yep, zonder littekenweefsel. Het zeevark lijkt echt totaal niet op mijn favoriete dier. Het lijkt meer alsof iemand een rubberen handschoen heeft opgeblazen en daar een paar ogen op geplakt heeft. De zeevark is ongeveer 10 centimeter lang en leeft in oceanen over de hele wereld. Oké, luister. Ik vind persoonlijk dat jij nooit meer, en ik ook, iets mag zeggen over een bad hair day. Want het Angora-konijn heeft werkelijk elke dag een bad hair day. Het is dan ook niet voor niets dat zijn warme, fijne wol wordt gebruikt om kleding van te maken. En dat is maar goed ook, want als hij niet eens in de zoveel tijd geknipt en geschoren wordt, ja, dan komt hij in de problemen. Oké, als we de verschrikkelijke sneeuwman en Bigfoot niet op het land kunnen vinden, dan maar in de zee. Het staat eigenlijk ook wel bekend als een soort van Gerard Joling onder de krabben. Het reuzenpissenbed wordt vaak genoemd in lijstjes van grote insecten. Toch is dit geen insect. Nee, de reuzenpissenbed is eigenlijk een kreeftachtige. Maar ja, hallo, een pissenbed van bijna een halve meter lang? Ik vind dat die hier in dit rijtje thuis hoort. En als laatst, het lelijkste dier van de wereld, de blobvis. Naast lelijk zijn is hij ook nog eens lui. Hij zwemt niet. Nee, de blobvis kan namelijk alleen met de stroom mee. Het is een beetje een soort van go with the flow. De blobvis heeft namelijk geen zwemblaas, wat eigenlijk alle andere vissen wel hebben. En dat gebruikt ze om te kunnen sturen. Dus blobvis is redelijk overgedragen aan waar de stroming hem
kan je naartoe nemen? Oh, wacht, een zeeegel. Oh, laat maar gaan. Als er iets is wat de blokvis typeert, is het luiheid. Misschien hebben de blokvis en ik dan toch iets meer met elkaar gemeen dan we dachten. Dankjewel voor het kijken naar dit filmpje. Ik hoop dat je het een leuke top 10 vond. Als het zo is, doe vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet dat je kan abonneren op dit kanaal. Omdat er heel veel andere leuke filmpjes zijn. Die je vast en zeker nog niet allemaal bekeken hebt. Doen dus. En als jij nog een leuke suggestie hebt voor een top 10. Laat het me weten in een comment hier onder het filmpje. En ik zie jou gewoon volgende keer weer terug. Later!